Dag beste kijkers en welkom bij een spiksplinternieuw seizoen van Dwalend door Den Bosch. En natuurlijk ook weer in deze aflevering de geschiedenis die wij met z'n allen zo begeren en de bedrijven waar wij op bezoek gaan. Ik ben hier, nou ja, het is de doorgaande weg, we zien hier de Total. Op de achtergrond zien we de grote wielen. Nou, aan de overkant zit het kantoor van TV73 en tegenover ons, eigenlijk onze overbuurman, is Bosch Car Service Dekkers. Nou, dat is vader en zoon op dit moment die hier al geruime tijd zitten. Ik wil er natuurlijk alles van weten. Niet alleen vanwege de auto's die aan de buitenkant staan, maar ze doen veel meer dan dat. We gaan naar binnen toe. We gaan even praten met Luc en met Mai. Mai en Luc Dekkers van Bosch Car Service Dekkers. Waar staat het Bosch Car Service voor, Mai? Bosch Car Service is een organisatie, zeg maar, van een aantal aangesloten bedrijven. Inmiddels 380 ongeveer in Nederland. En wordt door Bosch begeleid, ondersteund, opleiding, et cetera. We hebben daardoor ook een vaste leverancier voor onze Bosch producten. Wij gebruiken ook uitsluitend Bosch producten wanneer het mogelijk is. De autowereld is uiteindelijk ook heel ver voorzien van Bosch producten. Onder andere veel elektronica. We doen ook heel veel onderzoek, doen ook heel veel ontwikkeling en dat soort dingen. Ja, Luc, jij zit nu om en bij een jaar of drie in de zaken. Jij bent helemaal je gaan focussen op de occasion markt, op de jonge occasions, bijvoorbeeld de ex-lease auto's. Ja, dat klopt inderdaad. Wij zorgen eigenlijk dat we onze voorraad vooral uit ex-lease auto's laten bestaan. Meestal auto's zo vanaf 2010 en dan tot een max van ongeveer 120.000 kilometer. Altijd met de boekjes en de omruis historie bekend en een kloppende kilometerstand. Maar dan ga ik even terug naar jou. Het is niet alleen maar die occasions, hè, maar er is veel meer dat onderhoud. Daar zijn jullie helemaal in gespecialiseerd. Ja, onderhoud, daar zijn wij helemaal gespecialiseerd. We hebben via Bosch enorm veel leaseauto's in onderhoud. Jonge auto's. We proberen ook daarnaast erg up-to-date te blijven in de werkplaats wat betreft updates voor onze testapparatuur. Moet ik toch ook even Bosch noemen, want Bosch ondersteunt ons daar enorm in. Daarnaast houden we allerlei acties. In de zomertijd de airco. Kunnen jullie die ook vullen, die airco? Ja. Wij doen ook airco. We doen eigenlijk doen wij als autobedrijf alles wat je maar voor kunt stellen aan onderhoud en reparatie. Ook als opa komt met een auto waar nog contactpuntjes in zitten? Ook daar nog. Dan moet ik alleen, misschien moet ik dan wijspringen. Dat is nog uit mijn tijd, in mijn begintijd. Maar inderdaad, ook dat doen we nog. We krijgen best regelmatig eigenlijk wel een hele oude auto binnen waar inderdaad nog contactpuntjes in zitten. En ook die kunnen wij voorzien van onderhoud en reparatie. Luc, Bosch Car Service Dekkers heeft ook een servicepas. Wat betekent dat? Wat is dat? Ja, dat klopt. Wij hebben nu de eerste jaren onze Bosch Car Service Dekkers voordeelpas geïntroduceerd. En die pas is eigenlijk voor bedoeld om onze klanten wat vaker terug te zien in de werkplaats. En hoe doen we dat? Voor 39 euro per jaar kan de klant eigenlijk een aantal voordelen afsluiten. Dat wil zeggen, als er een keer een lampje stuk is, dan kan hij gewoon langsrijden om het lampje te laten vervangen. Moet er een keer een litertje olie bij, vullen we de olie even bij. Maar ook korting op onderdelen, zoals bijvoorbeeld remblokken, remschijven, 10%, dat is een behoorlijk bedrag. Ook daarnaast zomercheck, wintercheck, zijn allemaal dingetjes die vallen onder die voordeelpas. En een beetje een incentive voor de klant om weer terug te komen bij ons, zodat wij hem toch terug blijven zien. Ja, want ik kan me voorstellen dat je op dat bedrag gewoon echt helemaal niks verdient. Nou, dat is ook niet de insteek inderdaad. Nee, dan verdien je, we hopen door Kita aan te spelen, maar het is vooral belangrijk dat we onze klant terugzien. Maar kan ik terecht voor een APK'tje bij die Nenne van Dekkers? Bij die Nenne van Dekkers kun je ook voor een APK terecht, uiteraard. Meestal zelfs een APK. Dat kan bij ons, als het echt, of het moet heel druk zijn, zonder afspraak, kunnen mensen daarvoor binnenkomen. We hebben onze prijzen ook in de huidige tijd aangepast. Vroeger was een APK nog 45, 50 euro. We zitten inmiddels op 24,95 inclusief. Dat geldt ook voor een diesel, dus er zit ook een roetmeting in. Dat soort dingen. Dus bij ons kunnen we een APK beslist terecht. Ja, prachtig uitgesproken, maar goed, ik wil de droom niet uiteen laten spatten. Maar Luc, wanneer moet die pleiten? Met nu een jaartje of 2, 3 is het toch wel de bedoeling dat hij wat meer vrij gaat nemen. Ja, nee, ja, met een jaar of 2, 3 is het bedoeling dat ik de boel langzaam maar zeker toch wel over heb genomen.
En natuurlijk zal vader dan hier nog wel enkele dagen in de week te vinden zijn. Want ik geloof niet dat hij stil kan zitten al die dagen. Dus ja, een jaar of twee, drie, dan denk ik dat we een stuk verder zijn. Ja, daarin. Ja.